Yo mensen, welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag ga ik praten over mijn grootste inspiratiebronnen ooit. En dat zijn namelijk YouTubers. Vandaag ga ik een beetje mijn geschiedenis weergeven van hoe ik in contact ben gekomen met YouTube. Hoe ik inspiratie heb gekregen om YouTube te doen. En het belangrijkste van al, wat zijn mijn grootste inspiratiebronnen? Dus let's go! Om aan dit hele verhaal te beginnen moeten we natuurlijk teruggaan naar het jaar waarin ik in het vijfde leerjaar zat, a.k.a. Groep 7 voor de Nederlanders denk ik. En vanaf dan keek ik echt actief YouTube. De YouTuber die ik het meest keek was Extreme Rides, a.k.a. Ruben Koet. Nu bekend van het familievlogkanaal Koet Life. En ik vond het gewoon een goede YouTuber. Hij deed pretpark reviews, zwembad reviews, zo van die dingen. En dat interesseerde mij toen de tijd wel. Nu zou ik daar helemaal niet meer naar kunnen kijken, want dat interesseert mij geen bal meer. Maar in ieder geval, toen was Ruben Koet echt een hele grote inspiratiebron voor mij. En dat verklaart ook waarom op mijn oude kanaal Flika Hand zoveel video's over pretparken staan. Vanaf nu is er dan een hele lange periode van ik die naar YouTubers kijk, zoals Ruben Koet bijvoorbeeld. StukTV, GameMeneer, zo van die YouTubers. Totdat ik eigenlijk in het eerste middelbaar zat. Rond het eerste middelbaar ben ik denk ik begonnen met mijn Flika Hand kanaal. Dat weet ik niet zeker, maar ik denk dat het wel rond die tijd was. En ik herinner mij nog dat ik heel hard gepest werd toen. Maar ja, dat was ook niet zo abnormaal als je zo kutvideo's maakt. Ik bedoel, ik maak nu nog altijd kutvideo's. Maar toen de tijd maakte ik kutvideo's. Als je begrijpt wat ik bedoel. Maar in ieder geval, de grootste inspiratie komt door mezelf. Mijn wil om gewoon video's te blijven maken voor jullie. Soms heb ik daar geen zin in natuurlijk. Maar mijn wilskracht om door te komen komt echt omdat ik echt in mijn hoofd heb van ik doe dit graag en ik wil hier gewoon meer doordoen. Ook al krijg ik geen views, ik wil gewoon doordoen omdat ik het leuk vind. En daar, met die intentie moet je juist YouTube beginnen. Omdat je het leuk vindt, niet omdat je geld wil verdienen. Niet omdat je veel views wilt, maar gewoon omdat je het leuk vindt. Daarom moet je YouTube doen. Vanaf het eerste middelbaar is er dan een heel lange periode waarin ik gewoon YouTube kijk, YouTube filmpjes maak. Echt de meest cringe video's ooit. Toen ging ik naar het tweede middelbaar en vanaf dan ben ik dit kanaal eigenlijk begonnen. Want vanaf deze tijd was ik geen PlayStation gamer meer. Of ja, geen main PlayStation gamer meer. Maar was ik meer een main PC gamer. En ik uploadde gewoon ook rauwe beelden van Overwatch en zo. Toen ik net in tweede zat. Maar na een tijdje begon ik wat meer te experimenteren met YouTube. Kijken wat ik allemaal kon doen met editen. Op den duur ben ik dan dagelijks video's gaan maken. In de zomervakantie bijvoorbeeld van een tweede middelbaar. Maar als ik nu terugkijk op die video's kan ik natuurlijk op een aantal trots zijn. Maar 90% ervan kan ik echt niet trots op zijn. Gewoon omdat het één baggerkwaliteit is. Omdat het in WMV upload is. En niet in MP4 plus mijn stem. Mijn stem is gewoon... Het is niet te doen. Maar toen de tijd was ik echt in de YouTube dedication gekomen. Toen ging ik natuurlijk naar het derde middelbaar. En vanaf het derde middelbaar ging ik naar een nieuwe school. En vanaf dan had ik echt niet zoveel plezier in video's maken. En dat zag je wel toen de tijd aan mijn kanaal. Ik uploadde veel minder. Ik uploadde maar één keer om de twee maanden of zo. Was echt fucked up. Toen ik van het derde naar het vierde ging... had ik natuurlijk mijn gaming laptop van MSI gekocht, die nu kapot is. Als jullie hier een video over willen, laat dan zeker achter. Ik zal dat wel ooit nog eens doen, maar dat is een ander verhaal. Maar in ieder geval, mijn laptop was kapot. En die laptop was eigenlijk heel zwak voor zijn prijs. Waardoor ik eigenlijk heel weinig video's heb gemaakt in die tijd. En waardoor ik echt eigenlijk geen dedication had om video's te maken. Omdat ze toch bagger kwaliteit waren. En dan vanaf vorige zomer, de zomervakantie van het vierde jaar, ben ik terug regelmatig beginnen uploaden. En toen ben ik mijn Engels kanaal begonnen. En daar heb ik dit kanaal verwaarloosd. Toen heb ik ook al mijn video's op privé gezet. Omdat ik gewoon dom was. Ik weet niet waarom ik dat deed. Maar in ieder geval, vele daarvan staan nu terug online. Uiteindelijk ben ik dan gestopt met dat Engels kanaal. Omdat mijn Engels ook gewoon bagger was. Dus ja, dat was een beetje de geschiedenis achter waar mijn motivatie ligt. Natuurlijk moet ik wel een shout-out geven naar de mensen die mij echt hebben doen laten doordoen. En dat zijn dan niet eens mensen dat ik ken, maar gewoon de YouTubers die mij echt zoveel inspiratie hebben gegeven. En die YouTubers zijn Morog, Altijd Melvin, GameMeneer, Ruben Koet en StukTV. Die hebben mij echt de dedication gegeven om door te gaan. Omdat ik zo geïnspireerd was door hun video's, dat was echt niet normaal. Alright mensen, dit was de video. Ik hoop dat jullie van deze video genoten hebben. En ik zie jullie in de volgende video. Laters.